Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland. Aan die wolken zit wel een achterkant. Dat bevindt zich op dit moment boven het oosten van Engeland en komt langzaam onze kant op. Maar het gaat niet snel, de ochtend is nog grijs en er valt regen of motregen. Daarbij is het vrij zacht, met 9 of 10 graden op de thermometers en nog een stevige wind, vooral bij zee. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger en vooral in het westen van het land kan de zon voorzichtig een beetje doorbreken. Temperaturen 13 graden, redelijk normaal voor de tijd van het jaar en langzaam begint de wind iets in kracht af te nemen. De laatste regen trekt vanavond langzaam naar het oosten weg en dan klaart het op steeds meer plaatsen op. En daarna hebben we een beetje een open weerbeeld met morgen eerst veel zon, dan stapelwolken en aan het eind van de ochtend beginnen de eerste buien zich te ontwikkelen. In de middag kan er hier en daar ook onweer bij zitten. Het wordt opnieuw 13 graden. En ook voor de donderdag ziet het weer er buiig uit. Met in eerste instantie de zon en de meeste buien op het moment dat de maximum temperatuur valt. In de loop van vrijdag wordt het langzaamaan wat minder buiig. De zon breekt wat meer door. En ook in het weekeinde is de buienkans niet zo groot. Het blijft voorlopig smiddags ongeveer 13 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.